Laat dat lijstje nou nog eens zien van net. Dat zag ik net voorbij komen. Welke? Waar ging die over? Dat lijstje. Deze. Marseille staat onderaan. Ja, en die hadden dit weekend ook weer lekker een wedstrijd die niet doorging, omdat ze even wat stenen door de eruit hadden gegooid. Ja. Ja, dat zijn de data van de voetbalwedstrijden. Ja. Ik denk ook dat de aandeelhouders nu belangrijk zijn. Hè? Want ik las dat 73% is in handen van Ajax, hè? Van de aandelen. Ja. Ja. Nee, de grap van René was dat Marseille onderaan staat, dat dit een ranglijst is. En toen zei zij, dat is een lijntje tegen ze spelen. Toen zei ik, ja, dat weet ik. Ja. Ze gaan er thuis vaak over. Ga jij een beetje melig zitten? Was een grapje. Was een grapje.